van de laatste trainen voor de 1960-periode. En ook voor wat dat betreft aan treinsamenstellingen. Dit is dan de Noordwest Express. Dus er staat Londen, maar dat is natuurlijk per schip naar Hoek van Holland. En de trein sloot aan op de aankomst van het schip. Naar Kopenhagen helemaal. Nou, wat is dan hier van belang even? In het weekend ging er een postrijd terug. Nee, daar staat volgens mij een idee voor. Een bedarf, dat wil zeggen naar behoefte, als het reizigersaanbod voldoende was. Het was dan die, dus of een WLAB, een slaaprijtuig, of een Duits tweede klas rijtuig, of een Nederlands tweede klas rijtuig. En dan krijg je een hele rij nummertjes of lettertjes. En die gaan in ieder geval tot Osnabrück mee. Dus niet de hele race. De trein gaat niet de hele race van Hoek van Holland naar Kopenhagen. In Utrecht sluit er nog een stukje van Amsterdam aan. Dus hij is al gesplitst voordat hij samengevoegd wordt. Hij moet nog samengevoegd worden in Utrecht. Of in Amersfoort bedoel ik. In Amersfoort wordt hij samengevoegd. En wat is er nog meer van belang? De onderstreepte stations, dan maakt hij kop. Dat wil zeggen, dat rijdt de trein om in Utrecht en in Osnabrück. Ja, en deze lettertjes die zijn nogal specifiek. Op A, dat is dan tot Osnabrück. De B is alleen op dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag vanaf Hoek van Holland. De B is een Russisch slaaprijtuig. De C is alleen maar tussen 9 juli en 11 september. En dat is een DDR-rijtuig, een tweede klasse. De E die gaat naar Hannover toe. Die is dan alleen maandag, dinsdag, zaterdag en tot 10 september. Dus dan is het of die of die. En die E is ook, die is alleen ook niet tussen 10 juli en 11 september. En hier die FFF, wat ik al zei, die zijn tegen, als het die is, dan reed die mee. En als het die is, dan reed die niet mee. Zo bedoel ik het. Die zijn uitgesloten. Als de een reed de ander niet, bedoel ik.